Nou ja, het gebeurt niet elke dag dat ik dans. Breda Nu. Het jazzfestival is inmiddels alweer voorbij, maar we vragen de mensen toch nog even wat hun hoogtepunt was op het jazzfestival. Nou, wat was jouw hoogtepunt gisteravond op het jazz? Dat was de afsluiter bij het podium bij Paddles. Dat er ineens een hele muziekchange kwam, dat je Snoop Dogg te horen kreeg, een beetje techno. Vond ik gewoon een hele leuke afsluiter om het lekker algemeen te houden voor iedereen. Toen kwam er eigenlijk opeens een heel ander genre voorbij. Ja, je had het eigenlijk niet zien aankomen, dus dat was wel heel grappig. Nou, er was op een gegeven moment was er een band en daarop zaten, was een man en die speelde dwarsfluit en een man die speelde contrabas en die deden allemaal na elkaar, deden ze een hele mooie solo. En die speelde echt super, super goed. Was echt waanzinnig om te zien. Ja, echt muzikanten. Weet je nog hoe ze heten? Nee, ik heb geen idee meer, maar ik heb ze wel gezien. Ze waren echt heel goed. En waar was het? Het was hier, op de markt, een stukje verderop. Ja, ja. En je hebt zelf ook een leuke jazzketting om. Ja. Dus je bent zelf ook een beetje van de jazz. En bespeel je nog een instrument? Ik ben zelf muziekleraar dus, ja, en muzikant, dus vandaar. Dus jij zou jezelf misschien ook wel willen optreden? Ja, misschien over een paar jaar. Wat was jouw hoogtepunt op het jazzfestival? Ik vond het optreden helemaal van achter in Den Bommel. Ja, de Bommel vond ik echt heel gezellig. Een beetje crowded, heel veel mensen aan het dansen, gezellige sfeer. Heel leuk. Nou, gisteravond gezellig gestaan met een hapje en een drankje en leuke band gezien. En wat was er zo leuk aan? Ja, goede muziek. Leuke zangeressen waren er ook bij. En de sfeer, gewoon heel de gezelligheid eromheen. En heb je zelf nog een beetje meegedanst, een dansje gewaakt? Ja, wel geprobeerd. Het jazzfestival is eigenlijk gewoon echt leuk in Breda, omdat iedereen is dan vrij, iedereen geniet dan van de muziek. En de sfeer hier in Breda komt dan echt los. Je ziet mensen die hier rondlopen, genieten van de muziek en daarom hou ik zo erg van het jazzfestival. En hoe geldt dat voor jou? Ja, precies hetzelfde. Is er nog een bepaald moment geweest waarop je dacht, oh, dit ga ik echt niet meer vergeten? Ik heb ook een keer vorig jaar vanaf zeg maar, zo'n balkon zeg maar, boven het jazzfestival bekeken. En dat was wel echt heel erg gaaf. Dat je gewoon bovenaf iedereen ziet dansen en naar zijn zin hebben. Dat was echt heel leuk. Jij heeft de smaak goed te pakken, geloof ik. Nou ja, het gebeurt niet elke dag dat ik dans. Zal ik eerlijk bekennen. Het is een hele tijd geleden. En ja, de vloer is ook niet zo lekker hier, vind ik. En dat met rubber schoenen, dat is eigenlijk had veel mooier gekund, denk ik hoor. Maar ja, ik heb mijn best gedaan. Dus ik hoop dat iedereen er tevreden mee was. Bent u een beetje fan van het jazzfestival? Een fan? Ja, wij gaan eigenlijk elk jaar hier naartoe. Meestal op donderdag, hemelvaartsdag. Ja. Omdat het vroeger je vrije dag was, echt. En dan gingen we altijd hier naartoe. Maar nu kon donderdag niet, dus dan gaan we lekker zaterdag. Breda Nu.